Krijgen, waarbinnen dan bouwkundige en leefomstandigheden werden geregeld. Dat was zo verschrikkelijk. Ik kwam in een boerderij daar vlak voor de baan, daar kwam ik wel door bepaalde omstandigheden wel eens op visite. En als het daar s'nachts nachtvliegen was, dan zat je bij Boer Wagelaar op de deel. En als een hele grote, schoon geschuurde, ouderwetse tafel, er stonden kopjes op. En als die kaasjager overkwam in de tak. In de start, dan begonnen de kopjes begonnen te dansen. En er is net al gezegd, in die periode, uh, het publiek. Nou, wij konden nog vliegen wat we wouden, we konden in de bi wat we wouden. We waren wel gereglementeerd aan de hoogte, maar die hoogtes waren in elk geval tussen de 500 en 1000 voet. En dat was een hels kabaal. Rond 1953, uh, de luchtmacht was net koninklijk geworden een zelfstandig krijgsmachtdeel. Um, ...was het zover dat de tactische squadrons voor de offensieve taken uit de grond waren gestampt... ...en ook de dagjagersquadrons, die dus overdag voor de onderschepping uh, van vijandelijke vliegtuigen moesten zorgen, op orde waren. Er was eigenlijk nog één belangrijk element wat, niet, um, uh, wat er nog niet was. En dat was de kwestie van de uh, nachtjager... En de all-weather fighter. Dus het toestel, het vliegtuig, wat onder slechte weersomstandigheden en onder onderscheppingen kon uitvoeren op uh, vijandelijke bommenwerpers. En dat was eigenlijk het laatste element in die luchtverdediging, wat rond 1953, 1954 nog invulling moest krijgen. Nou was het zo dat er lange tijd een geschikt toestel daarvoor uh, ja, niet voorhanden was. Um, uh, de luchtmachtleiding ging er aanvankelijk van uit dat ze van de Gloster Meteor een soort versie konden maken. Een tweezitter waarin dan één vlieger het toestel zou besturen. En één radar operator zou zorgen voor ja, het onderscheppen uh, met, uh, met behulp van een, uh, van een radarsysteem. En binnen de luchtmacht gingen veel mensen ervan uit dat er zo'n tweezitter zou komen. Um, uit de Tweede Wereldoorlog was er een belangrijk voorbeeld... de Mosquito-nachtjager. Een nachtjager die door uh, twee uh, mensen uh, werd uh, gevlogen... en uh, 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 bestuurd en de onderscheppingen uitvoerde. En in 1953, 54 zie je eigenlijk al... dat er ook al opleidingen beginnen... om de zogeheten backseater uh, op te leiden. En die backseater, dat zou die radar-operator zijn... die in die tweezitter... Uh, ...zeg maar zo'n plaatsje zou krijgen. Alleen, in de praktijk bleek dat er uh, uh, eigenlijk geen goed uh, betaalbaar, uh, betaalbare tweezitter uh, voorhanden was. Uh, en toen moest er uh, een list bedacht worden, want die nachtjagersquadrons die moesten, uh, 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 moesten natuurlijk toch worden opgericht. De Amerikanen ontwikkelden uit de F-86D een nieuwe versie, de F-86K... Die was voorzien van een uh, goede radar waarmee je dus s nachts zo'n 37 kilometer vooruit kon kijken. En waarmee je dus all weather, dus bij slechte weersomstandigheden, einds sl uh, nachts kon opereren. Veel mensen binnen de luchtmacht zagen ja, een eenzitter als nachtjager eigenlijk helemaal niet zitten. Uh, de Amerikanen hadden zelf uiteindelijk dure toestellen die inderdaad bemenst werden door een bemanning van twee... En veel eh, zeg maar, eh, mensen uit de luchtmachtachterban, bij onze luchtmacht bijvoorbeeld, die zeiden van ja, waarom zouden wij zo'n F-86K nemen, zo'n 1 nemen, als de Amerikanen zelf zo'n toestel niet in hun uh, luchtvloot opnemen. Ik wil even iets vertellen over de vliegkarakteristieken van deze F-86K. Uh, Het vliegtuig is uh, met pijlvleugels uitgerust. En natuurlijk zitten aan de achterkant de gewone uh, flaps. Maar aan de voorkant is het vliegtuig uitgerust met vier zogenaamde sleds of vleugelkleppen. Die zijn nu vastgetepen, maar normaal hangen die omlaag. De bedoeling daarvan is dat die sleds het profiel uh, boller maken van de vleugel. Aan de voorkant veel lucht uh, pakken en die met grote snelheid over de vleugel naar achteren jagen. En tijdens de vlucht. Gaan die slet dan langzaam in en bij 200 knopen zijn ze in. Ook bij de landing geeft dat een lagere landingssnelheid en bij crosswind problemen wordt er heel goed gecompenseerd, zodat je het vliegtuig eigenlijk heel fijn kunt landen. Een, uh, het, het vliegtuig vliegt zonder voor de vlieger enige tricks of enige vreemde uh, toestanden. Het is een heel gemoedelijk vliegtuig om te vliegen. En uh, dat wordt uh, nog verbeterd door het gebruik van de autopilot, waardoor alle vliegbewegingen uh, worden gedempt en heel keurig en uh, precies kunnen worden uitgevoerd. Gert? Ja, de, auto, de autopilot uh, die hadden we nodig omdat we eventueel uh, op de radar zaten te kijken... En dan keek je in een toeter en dan kon je met de autopilot kon je door twee bewegingen kon je helemaal dat vliegtuig kon je bedienen. Nog even terugkomend op die sleds van net en over het algemeen. De maximum snelheid van die kaasjager is 525 knopen. Dan kom ik terug op het verschil met de Hokken Hunter. Als je de Hokken Hunter vol gas vloog en je deed de neus 10 graden naar beneden, dan ging je door de mag heen. Geluidssnelheid tegen de 1200 km per uur. De F86K, daar vloog je mee op 30.000 voet. Met, dat is 10 kilometer. Met de Hawker Hunter vlogen we op 40.000 voet. Wou je met de kaars jagen door de geluidssnelheid... dan mocht alleen boven zee, toen al vanwege de geluidshinder, dan moest je hem op de rug leggen. In af te burnen, hem onderuit trekken, loodrecht naar beneden, en dan ging de kaasjager door de geluidssnelheid. En daar kreeg je dan een heel mooi papiertje voor dat je harder gevlogen had dan het geluid. Terugkomend op de sleds, dat was wel een probleem met formatievliegen. Met uh, de Hawker Hunter en de Meteor, daar kon je mee formatievliegen en daar kon je mee loops en rolls. Informatie mee maken. En dat kon met die F86K bijna niet, want je moest boven die 200 knopen blijven, want als die slots uitkwamen, dan kwamen die een beetje verschillend uit, rechts of links. En als je dan informatie ernaast vloog, en ik heb al die jaren alleen maar aan die rechterkant ernaast gevlogen, en dan ging je als dat een beetje schielig ging met een lage snelheid, dan, dan kreeg je deze beweging en die kon je bijna niet corrigeren. Maar nog terugkomend op de goedigheid. Je kon met dat vliegtuig spinnen, lage snelheid vliegen. Veel lager dan met de Hawker Hunter met binnenkomen. De speed was lager. Het grote voordeel van de, van de kaasjager was, hij uh, had een lagere snelheid. Maar hij had ook een, een remparachute. Je zat op de Hunter en de Meteor ook niet. Dus je kon de rem, remparachute uittrekken. Uh, deed je er dingen mee, hij strafte niet. Hij strafte je niet af. De kaasjager was goedig. Hij waarschuwde op tijd en dat kon je op tijd corrigeren. En bij andere vliegtuigen was dat dikwijls niet zo. Dan strafte je niet af. En als die straf kwam te laag bij de grond, dan ging het niet goed. Dan had je met die kaasjager minder kans op. Heel goedig vliegtuig, wat hij voor bedoeld was, voor s'nachts en in de wolken als gunplatform te kunnen vliegen met autopilot. Nog één uh, nieuw ding wat we uh, bij de ingebruikname van dit vliegtuig kregen, was de nosewielstering. Alle voorgaande types, voor 1955, moesten gestuurd worden doordat je links remde en dan ging het uh, neuswiel linksom. Of rechts remmen en dan ging het neuswiel rechtsom. Hier kon je dat sturen vanuit de cockpit, met de voeten, heel keurig, zonder veel snijtage. De jachtvliegers die op de zeber uh, aan de bak moesten, die hadden het aanvankelijk niet makkelijk. Ze kwamen dus op een totaal nieuw toestel. Ze moesten dus afgezien van het onder de knie krijgen en het, uh, en het besturen van het vliegtuig, moesten ze dus ook leren opereren met die, uh, met die radar, waar uh, in veel andere types een aparte man voor uh, in de kist zat. En ze moesten zich ook nog eens een keer verstaan met de navigatiestations en de gevechtsleiding op de grond. Dus het was voor een, 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 een zeebevlieger eh, een hele uitdaging om eh, op een goede professionele manier met dat toestel overweg te kunnen. For this aircraft to take to the air again, it will need maintenance, service, repairs. It will need the services of skilled men, using tools, parts, equipment, en supplies. The absence of these men, or even of één critical item van supply. Could keep this aircraft on the ground tomorrow. Dus met de komst van een Amerikaanse nachtjager eh, kwam, kwamen natuurlijk ook eh, de Amerikaanse opleidingen. Maar ook de hele, het hele onderhoud. Het logistieke systeem eh, kwam eh, eh, op de Amerikaanse wijze met dat toestel mee. En dat betekende voor de mensen die er moesten werken... de techneuten, betekende dat ook vaak een hele andere wereld. De manier waarop de Britten, de Britten met hun manuals omgingen... was een andere dan de Amerikanen deden. Bij de Britten was het zo, als er iets niet klopte... Nou, dan haalde je het door en dan schreef je het erbij hoe het wel moest. Maar de Amerikanen die hielden op een hele andere manier... veel strikter aan hun procedures weg. Klopte er één punt of komma niet, moest gelijk het manual worden aangepast. En dat was ook een nieuwe manier... Van werken, uh, eigenlijk een professionele manier van werken, die ook na de CEBER eigenlijk ja, uh, uh, een breed ingang uh, vond. Uh, en met de komst van die Amerikaanse toestellen, ja, uh, eigenlijk ook de nieuwe standaard werd voor de luchtmacht in de jaren 60, 70 en daarna. We hebben hier de cockpit. De cockpit gaat open, je stapt erin en het eerste wat je ziet is de schietstoel. De schietstoel waar je op zit en die je kan helpen als er iets mocht gebeuren. Trek je aan de armrest, de trigger in en je gaat eruit. Zelfs door de canopy heen. We gaan zitten in de cockpit en dan gaan we doen we de checks volgens de checklist. Maar die moesten wij helemaal van buiten leren. De checklist terwijl in de burgermaatschappij Vliegtuigen en alles opgestart wordt met de checklist in de hand. Wij deden het uit het hoofd. Daar werd je ook op gecheckt in de simulator, want dan moest je geblinddoekt instrumenten aanwijzen tijdens je opleiding. <kijkt> Ga naar de linkerkant van de cockpit, helemaal links, daar zit van achter naar voren allerlei switches. Dan kom ik aan een hendel, en dat hendel is van de antenne, want je kijkt daarvoor op de neus in dat zwarte stuk. Daar zit een ronde antenne zit erin en die moeft in het vierkant als die op en neer gaat. En dan zoekt die, zendt die energie uit, komt die iets tegen, wordt teruggekaatst en dat krijg ik te zien. En dan kom ik daar dadelijk, kom ik daar verder op terug in verband met de radar. Voor dat hendel van die radar zit het gasmanet. Dat zit in idle position. Op het gasmanet zit ook de switch om de airbreaks uit te doen. En daar zit de switch op de push-to-talk switch. Dan kon je geven 100% RPM en moest hij in afterburner, dan ging die around the horn en naar voren. Maar dan deed hij het soms niet. Soms moest je even terug naar 95% around the horen. En dan pakt hij niet wel. En dan geeft hij een afterburner. En dan had hij 7500 pond stuwdruk. Dan gaan we verder van naar links. Dan zie ik daar het klappenhendel. Het flaphendel voor de flaps achter aan de vleugels. Dan gaan de grote platen die zakken naar beneden. Waardoor je een betere afstru... Afbuiging krijgt van de luchtstroom, waardoor je met klappen uit langzamer kunt vliegen. Uh, dan zit er naast zit, uh, het hendel voor uh, uh, emergency. Uh, naar boven zit het hendel voor de drekschuit te trekken. En die had twee standen. Je trekt aan, eruit. dan komt de drekschuit eruit. Kwartslag draaien, doortrekken. En dan ging de drekschut eraf. De remparachute. Dan zitten daar ook de indicaties voor de wielen. Daar zit het wielhendel en daar zitten de, de toggels. Heten ze dat als de wielen op zijn, staat er drie wielen op. Dan krijg je zwart-wit. En daarna krijg je dat de wielen down zijn. Bij andere vliegtuigen is dat lampjes. Dan heb je. Eh, Rooie lampjes als het niet gelokt is en groene lampjes als de wielen gelokt zijn. Dus dan kun je met de wielen uit, kun je landen. Gaan we verder naar het midden, dan krijgen we een rubber. ...ja, Wij noemden dat een toeter. Dat ziet er ook als een, als een, als een toeter uit, want dat is over de scope. De scope is een rond gedeelte van de overbrenging van de antenne. En dat is een glazen plaat die gekleurd is en daar leg ik dadelijk nog vanuit hoe dat dat allemaal werkte. En in die toeter daar zat je s'nachts of ook overdag in te kijken om te kijken waar je target was. Met behulp van het navigatiestation werd je in de buurt gebracht van binnen de acht mijlen ongeveer. En dan kon je hem duidelijk zelf vinden. Hierbovenin zit uh, nog het, uh, de gun site waar we in kunnen kijken als we de kanonnen gebruiken. Maar we kunnen die kanonnen ook gebruiken voor, uh, door in die toeter te kijken en dan uh, alles te doen, waar ik dadelijk op terugkom, qua radar. Gaan we naar rechts, dan zit rechts zit het radiogedeelte, radiocompas, daar staat een baken ergens. Die zendt 360 graden energie uit. Die wordt hier in het apparaat opgevangen. En dan heb ik een naald. En die naald wijst naar het station. En dat t-hendel wat er zit, is ervoor om de wielen. Als de wielen niet uitgaan hydraulisch, of elektrisch-hydraulisch, en het werkt niet, trek ik aan dat t-hendel. En dan worden de wielen aanlokt. En dan moest ik trekken of naar beneden en rukken. En dan, door de zwaartekracht, vielen de wielen er wel uit. De stick, dat was het eerste wat ik moest zien. Die ziet er zo uit. Zit zo in het vliegtuig, pakken we zo vast, dan zie je knopjes zitten. Hier links bij mijn duim is de knop om te zenden en te ontvangen. Hier beneden, deze knop aan de voorkant, daar kon ik de neuswielbesturing mee regelen. Noos, de neuswielbesturing. Hierboven aan de achterkant zie je een switch, die gaat naar boven, naar beneden, naar links en naar rechts. Daar zitten op de roeren zitten de kleine vlakken die ik elektrisch kan bedienen, want die stik. Die, die, die stand van dat vliegtuig, hoe harder ik vlieg, hoe kleinere invalshoek krijg. Dus. En dan verandert dat. En als ik dat niet zou bij kunnen trimmen, moest ik constant gaan zitten duwen. Dus dan kan ik met een trim op het hoogteroer kan ik dat bij trimmen en dan vliegt hij horizontaal. Eh, wil de wings naar links of naar rechts, doordat er eventueel eh, de ene vleugel meer lift krijgt dan de andere, kan ik met een trimvlakje. En in de E-ron kan ik rechts of links trimmen. En op een gegeven moment als die uitgetrimd is, vliegt het vliegtuig precies horizontaal. Er zit hier nog een switch aan de... Uh, sorry, hierboven. En de bovenste switch die is om rockets die er later op kwamen mee af te vuren. En deze switch is om de kanonnen te bedienen. Dus dat is wat betreft de stick waar we mee vlogen. Maar daar blijven we vanaf. Als we op Autopilot vliegen. Nu even over de radar. Op die vaste glasplaat waren twee ringen gemarkeerd: een grote en een kleine ring. Nou, kreeg je dat target, zag je. Met je op Autopilot, met je linkerhand pakte ik manual die antenne over. Dan kon ik die antenne zo bewegen dat ik het doel te pakken kreeg. En dan zat er een switchje op, op dat hendel. En dat heette reen maken. En dan liet ik hem maar. Dan had ik mijn radarbeam, die normaal op en neer ging. Die stond stil en die liep over de blip. Dit was het blipje en daar loopt hij overheen. Ja, en daar kwam hij bij het target en dan zei hij: Floep. En dan kreeg ik bewegende ringen boven die platen zien: een grote ring en een, en een kleinere ring. En in het midden, ergens, zat een pipper, heette dat. Een, een bewegend deeltje. Dat is net, net zo'n ding als een pijltje op een computer wat zo beweegt. En die kon je dan, moest je gaan vliegen, dat je dat... Daar vloog het target en jij vloog hier en dan kwam jij zo van achteren, kwam je invliegen. En dan moest je dat pippertje in die kleine ring houden. En dan op een gegeven moment dan kwam je in shooting range en dan begon die grote ring te krimpen... Tot hij op de grote was van de ring op die glasplaat. Dan kon je schieten. En als hij op de kleine ring was, dan moest je maken dat je wegkwam. Want anders vloog je er zo naar binnen. Nou, en dan was je weer weg. En kon je eventueel de volgende eh, doen. Wij vlogen met verlichting. Maar de Engelsen, en ik praat nu over 1960. Maar die waren nog steeds. Na de Tweede Wereldoorlog, die, die vlogen altijd zonder verlichting, s'nachts. Dus dan zag je die mannen niet. Als wij met elkaar oefenden, kon ik het target zien, hè, de lichtjes. Dus ik kijk, Jeremia, zit er eentje tussen. Dus het was van belang om toeter en naar voren te kijken. En dat het was het meest zeven. En dit is globaal verteld hoe die radar werkte. Ja, dames en heren. In uh, 1961, begin 1961, werd de bewapening van de Kaasjager uitgebreid met de AIM-9B. Dat is een air intercept Missile. En die werd gemonteerd in twee sledes die onder de vleugel werden gemonteerd. En uh, daardoor werd de AW AWX-functie, de allweather-functie van de K, eigenlijk geoptimaliseerd, omdat je nu uh, op verdere afstand die wapens kon lanceren. De beperking van die infraroodmissiles was wel dat je het in de wolken niet kunt doen, want je hebt toch een stralend warmtebron nodig. Je kon het ook niet doen als het doel in de richting van de zon vloog, of als het bij nacht is en het doel vliegt in de richting van de maan, dan gaat het raket ook op de maan af in plaats van op dat kleine warmte Dus dat was de beperking. Maar daarmee hebben we toch een optimale interceptierol kunnen spelen. tot de kaasjagers medio 1964 verdwenen. Ik sta ernaast. Het 86 k heeft vier kanonnen: twee aan deze kant en twee aan de andere kant. 20 mm kanonnen. Er was ook nog een ander type met zo'nzelfde radarneus: en dat is. De F-86 Delta, de D. Die hadden ze bijvoorbeeld in Denemarken en in Duitsland. Die had geen kanonnen, maar die had een rakettenpakket. Van ongeveer deze grootte zat hier vlak achter. En als je die moest gebruiken, dan moest je eerst dat pak pakket laten zakken. Kreeg je een hele hoop weerstand, maar dan kon je die raketten van deze grootte kon je afschieten. Maar als je de raketten kwijt was, dan had je niks meer. Dan kon je in alle geval had je niks meer voor jezelfverdediging. Maar toen wij ze kochten, zaten hier Amerikaanse kanonnen in. Die elektrisch afgingen. Die werden elektrisch bediend. Maar uit de meteortijd, denk ik, hadden we zoveel squadrons en zoveel reservemunitie. En zoveel kanonnen over die ze uit die meteors gehaald hadden. Hebben ze die kanonnen hier uitgehaald en hebben ze Hispano Suiza erin gezet. Alleen, als die weigerde, was er geen knop om hem opnieuw te spannen. Dan werkte het, dan werkte het niet meer. Die elektrische werkte altijd. Maar, er was nog een probleem. Die Hispanus Visa, die zat... Hier zit de B, hier zit het kanon, de loop. Maar die loop, die was zo lang. En dat kon niet. Dus wat deden ze, de, de Nederlanders? Die zagen van al die kanonnen zo'n stuk vanaf... Dat hij hier gewoon zo op het randje zat. Met als gevolg dat er geen enkele ballistische eigenschap van het voorhouden en afstand van die radar kregen we nooit goed afgesteld. Vliegen met uh, straalvliegtuigen blijft altijd een, een gevaarlijke zaak. Uh, uh, welk type je ook hebt, er gebeuren altijd ongevallen uh, 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 mee. Uh, het is nou helemaal niet zo, zoals met een voertuig, dat je hem even kan parkeren op het moment dat er wat misgaat. Op het moment dat de motor ermee uitscheidt en je krijgt hem niet meer aan de praat, ben je dat toestel kwijt. Zeebus beschikte wel over een goede schietstoel. Uh, dus op het moment dat er echt sprake was van een flame-out en het toestel kon niet meer uh, aan de praat worden gekregen, konden de vliegers er vaak op een veilige manier uit. Van de 63 Zeebus zijn er 13 afgeschreven door ernstige of minder ernstige luchtvaartongevallen. En, en ook zijn uh, drie vliegers omgekomen uh, tijdens het opereren met de saber. Toch was het vliegen met de saber in vergelijking met zijn voorgangers relatief veilig. Als je de saber echter vergelijkt met zijn opvolgers, zie je dat de opvolgers van de saber, en dan met name bijvoorbeeld uh, de F-104G Starfighter, weer veiliger is dan de, dan de saber. Nou, we zijn binnen zijn we vandaag flink bezig geweest en hebben een hele hoop, hele hoop verteld over de technische zaken van de F86K. Nou, staan we bij een F86K, de Q283. Die naam, of die cijfers, die veranderen nog wel eens. Want elke keer dan, dan kregen ze een ander callsign, maar meestal en vooral op het laatst. Was het de Q-code, de Q283, en ik heb daar zelf persoonlijk op gevlogen. Uh, daar hebben we ge gepraat over de techniek. Hier staat hij mooi op de sokkel. Hij stond dus als spoortwachter in, uh, in Twente jarenlang. En toen Twente tot overmaat van mijn ramp in elk geval, is dat Twente gesloten werd. En dat vinden we wel erg jammer dat de luchtmacht zo klein gaat worden. Maar die tijd was een grandioze tijd. Met een... Het grandioze vliegtuig was de Hawker Hunter. Maar voor zijn werk als fighter, voor All Weather Fighter, was het het beste wat er te koop was. En hoe vlogen we erin? In de Hunter vloog ik alleen maar, en niet in de groene overal, maar in de grijze overal. We hadden verder niks. Later hadden we vlieglaarzen. Nou, ik heb hier speciale vlieglaarzen. Je ziet wel, met de ritssluiting, oh sorry, even terug, want anders komen ze er niet op. Maar in elk geval met een ritssluiting, zodat als we op stand stonden, dan sliepen we niet met de schoenen aan, maar, dan maar hadden wel dit G-pak aan. En de overal, daar sliepen we in. En dan, ja, dan, nou, dit hadden we allemaal aan. En dan vlogen we het bed uit, stapten in de schoenen, rits aan. Dit hadden we aan. Dit is dus de... G-pak aansluiting en dat is ervoor als je G trekt, op een, zit aangesluiten op het systeem en op het moment dat, uh, dat je G gaat trekken, dan trekt het bloed uit je hoofd weg. Nou wat we nog meer aan hadden is in elk geval Swinters en dit is nog mijn originele, het vliegjek van de R86K uit 1960. Als we dit aan hadden, dan deed je aan je zwemvest. Uh, het zwemvest van de kaasjager, dat. Heeft...